Marie Zee krijgt huishoudelijke hulp vanwege haar man. Die heeft een beroerte gehad. Of een hersenbloeding. We hebben de keuze gemaakt om hem thuis te verzorgen. En dat doe ik zelf. Niet weten dat het zo zwaar zou kunnen zijn. En dat houdt in dat mijn man een beetje rond kan schuifelen. Ondersteund moet worden. Hulp bij aankleden, hulp bij wassen. Dat gaat heel lang goed. Totdat je op een gegeven moment bemerkt... Jongen, dit is nou al bijna 6 jaar. Ik ben er wat zo moe mee. Maar mijn hart zegt anders, want ik blijf het doen. Nou, de verandering die voor mij plaats heeft gevonden, 2-3 maanden geleden, dat is dat ik te horen kreeg dat er de mogelijkheid is om een huishoudelijke hulp in huis te krijgen. Om de mensen die mantelzorg geven een beetje te verlichten, krijgen hun voor een goedkope tarief huishoudelijke hulp. Zij ondersteunt mij in het huishouden en dat doet ze zo goed dat het mij gewoon eigenlijk zowat een dag in de week scheelt. Omdat ik meer tijd heb, ga ik weer eens wat even zitten of ik ga langere wandelingen maken. Ik ga het lekker ontspannen. Ik gun het iedereen. Het is voor jezelf een ware openbaring en een echte wereld. Ik ben er zeer gelukkig mee.